Dit is NAKPRAAT op Breda Nu. Goedenavond, het is donderdag 18 juni 2015 en dit is weer een uurtje NAKPRAAT op Breda Nu 107.3 FM. Fijn dat je luistert. Ik zit hier niet alleen in de studio. Leon Dekkers is mijn naam. Tegenover mij zit Wilbert Weterings. Goedenavond. Goedenavond. Ik zet jou iets harder, want dan kun je jou iets beter horen. Okay, boven deze gitaargeweld. En wij zijn blij jou erbij te hebben, want we hebben wat noten te kraken over, in ieder geval over het competitieschema, wat nieuwe spelers. En daar heeft Wilbert uiteraard een uitgesproken mening over. Ik heb overal een mening over. Dus. Jij bent beroepsmeninghebber. Precies. Nee, dat is duidelijk. Nee, en daarnaast naast Wilbert zit onze vaste, technicus, schuiver, ook een meninghebber over NAC. Ja, deze keer inderdaad een keer langs de knoppen en aan de overkant. Dus ik hoef vandaag niet zoveel te doen. Sander Waasdorp wel te verstaan. Nou ja, wat hebben we vanavond allemaal, op de agenda staan? We hebben natuurlijk, dit is het moment van het jaar dat we volop nieuwtjes hebben over spelers. We hebben nieuwe spelers. We hebben nieuwe spelers op het oog. Niet alle spelers die wij op het oog hebben, die komen naar NAC. Dus die zijn al weg zelfs. Die zijn zelfs al weg, as we speak. We zijn echt aan het updaten waar we bij staan. En we willen de status van de selectie hiervan eens eventjes goed in kaart hebben. Daar gaan we dus zo meteen eens eventjes goed op inzoomen. Dat lijkt me een goed idee. Lijkt me een goed plan, ja. Maar er is vandaag nog meer definitief bekend geworden, hè, zoals het competitieschema. Ja. Heb ik inderdaad ook wel een mening over. Ja, dat is in ieder geval duidelijk gebleken. Daar zijn wij niet bang voor. Nee, we hebben onze, daar gaan we het dus uitgebreid over kijken. We hebben natuurlijk ook een oefenschema, een oefenprogramma. Op het, dat is ook wel leuk om eventjes naar te gaan kijken, om naartoe te leven. Want we hebben er toch weer ontzettend veel zin in. En de top 10 met excuses, hè? Ja, inderdaad. Die gaan we ook nog even behandelen. We gaan eens eventjes iedereen, dus de top 10 die je mee naar je werk kan nemen, om iedereen eens even flink door te zagen die nog twijfelt over het feit om een seizoenkaart te nemen. Nou, het stadion moet vol. Maar we zijn nog steeds in leven, Wilbert. Dus, ja, zeker weten. We hadden daar een mooi plaatje voor uitgezocht, is niet? Ja. Zet hem maar eens aan. Ja, hoppatee. Bee Gees met Stayin' Alive, want NAC zal nooit verloren gaan. Plaatje duurt 3,5 minuut. Hoor je zo meteen. Op NAC praat.